veldrijden is individueel. Het is net wat technischer en er zit actie in. Het is een hele afwisselende sport. Elementen zoals lopen, met je fiets op de nek. Het is wat minder saai dan het wielrennen op de weg. Ik vind mezelf beginnend in het veldrijden. Ik beoefen het nog niet zo heel lang. Ik wil steeds meer. Maar daar moet je ook veel voor doen. Veel trainen, veel uren maken. Ik probeer steeds verder te komen. Het niveau steeds hoger te krijgen. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Het veldrijden is voor veel mensen het wielrennen, met een wielrennersfiets door het bos fietsen. Ik vind het een hele andere discipline natuurlijk dan wielrennen. De fiets is ook anders, het heeft wel een krom stuur, maar voor de rest komt er niet direct heel veel overeen. Maar wat vind je het leukste daaraan? De afwisseling, de concurrentie. Het is echt wel een sterk veld. De plekken waar je komt zijn mooie plekken. Toch heb je veel verschillende parcoursen, want het kan echt heel erg in de drek zitten, maar ook echt gewoon heel vlak zijn. Eerst heb ik lang bij de jeugd en een beetje bij de recreatie gefietst. Ik wou zelf wel meer. Ik wou ook wedstrijden gaan rijden. Toen verwees ze mij door naar een wedstrijdgroep. Daar zaten Linda en Rob bij in. Daar waren de trainers. Maar uiteindelijk heeft Linda je opgeleid? Ja, eigenlijk wel. Als we inschrijven voor dezelfde wedstrijden, dan rijden we in dezelfde categorie. Ze rijdt wel bij de junioren, maar dat valt onder de U23. En die rijden samen met de elite dames. Je gaat samen naar een wedstrijd toe. Je hebt er iemand bij die er echt gewoon heel veel van weet en echt heel veel ervaring heeft. En je probeert ook steeds, tenminste ik probeer, om steeds dichter bij Linda te komen. Voelt ze als een concurrent? In de wedstrijd wel. Ik zie haar zeker niet als concurrent. Ik denk dat, ja, dat we daar nog te ver vooruit elkaar fietsen. Maar mocht ze dichterbij fietsen, dan vind ik dat alleen maar mooi, want dan heeft ze die stap gemaakt. Je bent er even tussenuit geweest. Waarom was dat? Omdat ik de ziekte van Lyme heb gehad. En dat heb ik ruim 4 tot 5 jaar niet kunnen fietsen en ben ik erg ziek geweest. En nu dat achter de rug is, wil ik het eigenlijk nog heel erg graag proberen. Veel mensen zeggen dat je op deze leeftijd eigenlijk het hardst kunt gaan fietsen. Dus de vrouwen in de top, zowel het mountainbiken als in het veld rijden, die zijn ook wel allemaal in de 30, dus het kan prima. En ik denk dat het je heel erg sterk gemaakt hebt als je uit zo'n diep dal bent gekropen, dat je alsnog dit hebt kunnen bereiken. Nu doe je ook aan mountainbiken. Hoe ligt dat voor jou? Is het veldrijden, mountainbiken of kan het elkaar lekker afwisselen? Het is wel moeilijk om elkaar af te wisselen, want je draait wel een heel jaar eigenlijk. Dus 2 volle seizoenen. Ik vind beide sporten heel mooi. Ja, ik probeer het nog zo lang mogelijk allebei te kunnen doen. En uiteindelijk moet je wel een beetje keuze gaan maken, maar ik hoop dat ik ze allebei zoveel mogelijk kan oefenen. Je rijdt ook wel internationaal en er was natuurlijk heel veel ophef ontstaan vorig jaar over het meisje met het motortje in de fiets. Ja, ik heb ook in dezelfde wedstrijd gefietst op de Kappenbergcross, waar eigenlijk al de vraagtekens waren dat zij eigenlijk de snelste tijd omhoog had gereden. Ik vond dat toen bijzonder en dan keek ik er alleen maar tegenop, maar achteraf bleek na het kampioenschap dat meer aan de hand was. Je doet alles voor de sport. Je werkt zelfs bij een fietsenwinkel. Vroeger toen ik klein was vond ik fietsen maken, poetsen, opknappen, mooi maken, vond ik al heel erg leuk. Zelfs toen ik met de middelbare school klaar was, gedacht van ik wil fietsenmaker worden. Ben bij de opleiding geweest om te kijken, maar ik vond me eigenlijk zelf te jong en nog een te veel meisje om te zeggen van ik wil fietsenmaker. Tijdens een van onze clubtrainingen ben ik gevraagd door de eigenaar van de fietsenwinkel of ik het niet leuk vond om bij hun te komen werken. Waar denk jij dat jij over 5 jaar zeg maar staat? Dat is een moeilijke vraag. Ik kan steeds sterker worden, maar er kan ook iets gebeuren dat het niet gaat zoals ik het wil. En ook hoe het gaat met school. Ik probeer zo hoog mogelijk mijn sport te kunnen oefenen en ook alles ervoor te kunnen doen.
En dat die mogelijkheden ook kunnen zijn. Wanneer is jouw profcarrière geslaagd? Als ik internationaal gewoon lekker mee kan doen bij de top 15. Dat zou gewoon heel erg mooi zijn.